Over de hele wereld speelt al eeuwenlang het dilemma over hoe de verhouding tussen kerk en staat moet zijn. Verschillende politieke en religieuze stromingen hebben hier uiteenlopende opvattingen over. We kunnen vier staatsmodellen onderscheiden tussen deze uiteenlopende opvattingen. Het religieuze model, het atheïstische model, het religieuze neutrale model en het pluriforme model. In deze documentaire behandelen we het atheïstische model niet. Wij zullen ons alleen buigen over voorbeelden van het religieuze model, het religieus neutrale model en het pluriforme model. Het atheïstische model laten we achterwege. In het religieuze model is er sprake van een staatsgodsdienst, met als gevolg dat andere religies uitgesloten worden in dat land. Hier zijn kerk en staat één. In het religieus neutrale model worden religies toegestaan, maar heerst er een sterke scheiding tussen kerk en staat. In het pluriforme model worden religies toegestaan en zelfs actief ondersteund door de overheid. Als voorbeelden gebruiken we de landen Iran, Frankrijk en Nederland. Iran hanteert een religieus model, Frankrijk een religieus neutraal model en Nederland een pluriform model. Door het kijken naar deze landen willen we achterhalen welke voor- en nadelen de verschillende staatsmodellen met zich meedragen. Als eerst kijken we naar het religieuze model dat in Iran wordt gehanteerd. Het probleem dat zich al jaren afspeelt in Iran is dat er geen sprake is van scheiding tussen kerk en staat, ook wel een theocratie genoemd. In Iran is het namelijk zo dat er een groep geestelijken, de Raad van Hoeders, bestaande uit ayatollahs en religieuze leiders, boven de president en het parlement staan en daarom over ontzettend veel macht beschikken. In Iran worden de president en de parlementsleden democratisch verkozen, maar als gekozenen moet je beschikken over de goedkeuring van de Raad van Hoeders. Ook kunnen de leden uit de Raad van Hoeders wetten van het parlement ongedaan maken wanneer ze vinden dat deze in strijd is met de islamitische wet, de sharia. Dit betekent dus dat alleen wetten en personen die achter de islamitische wet staan, inspraak kunnen hebben in Iran. Dit komt door de islamitische revolutie van 1979 in Iran. Toen is het shiïsme, een van de twee hoofdstromingen in de islam, verkozen tot staatsgodsdienst. In Frankrijk heb je een religieus neutraal model, dus dat de staat gescheiden is van elk geloof. Voor de Fransen is secularisering op zich niet genoeg. Ze willen het een stap verder hebben. Dit heet het laïcisme. Dat houdt in dat het geloof een privézaak is en niet vertoond mag worden bij publieke zaken zoals op school en op werk. Hoofddoekjes, Jezuskettingen, tulbanden en dergelijke zijn niet toegestaan in het openbaar. Nederland is een pluriform model, dus kerk en staat zijn niet helemaal gescheiden. Zoals in de grondwet staat, is vrijheid van godsdienst en vrijheid van geloofsbelijdenis toegestaan. Dit is te zien in meerdere dingen. Er zijn politieke partijen op grond van een religie. De troonrede op Prinsjesdag wordt afgesloten met een bede. Nederlandse 2-euro-munten dragen de tekst God zij met ons. Er mogen scholen op grond van religie worden gesticht met een subsidie van de overheid. Bijvoorbeeld christelijke scholen, islamitische scholen en joodse scholen. En op zondag zijn de meeste winkels gesloten. Wat we in Nederland dus zien, is dat de overheid zich wel bemoeit met religie, maar het individu heeft nog steeds de vrijheid om zijn eigen geloof te belijden. We gaan ons nu buigen over welke normen, waarden, belangen en machtsmiddelen een rol spelen bij de verschillende modellen. Er spelen talrijke waarden een rol in het theocratische bestuur van Iran. Ten eerste, in de revolutie van 1979 tegen de Shah was er grote afkeer van de verwestelijking van Iran. Een deel van de Iraanse bevolking kwam in opstand omdat zij meende dat de typische islamitische waarden, zoals beschreven door Mohammed in de Koran, niet geëerbiedigd werden door de Shah. Zijn bondgenootschap met Amerika stelde de traditionele Iraanse waarden bloot aan westerse waarden die daar haaks op stonden, zoals de zichtbaarheid van vrouwen in de publieke ruimte of het nuttigen van alcohol. Ten tweede, door het vrederegime van de Shah ontstond er in Iran een grote behoefte aan meer inspraak voor het volk, aan democratie. Veel van de studenten bijvoorbeeld, die de Shah in 1979 verjoegen, hadden democratische waarden. De Iraanse staatsinrichting na 1979 laat deze democratische wens ook terugkomen. Er zijn verkiezingen in Iran, er bestaan meerdere partijen, er is een parlement en een grondwet. Maar democratische idealen zijn gemaakt door mensen. De wil van Allah, zoals beschreven in de Koran, staat hoger. Daarom ook dat de Raad van Hoeders zoveel invloed hebben in de Iraanse politiek. Tot slot, er zijn nog machtspolitieke waarden die een rol spelen. De Iraanse revolutie heeft de Sjiïten aan de macht gebracht.
Iran is een spreekbuis voor de Sjiïtische moslimwereld, zoals Saoedi-Arabië dat is voor de Soenieten. De geestelijken zijn daarmee niet alleen de hoeders van de zedelijke waarden, maar ook van politiek-religieuze waarden. Zij willen de Sjiïtische belangen in de regio met hun macht veiligstellen. De Fransen zijn in het algemeen erg trots op de eigen cultuur. Sommigen zouden zelfs van chauvinisme spreken. Dat wil zeggen dat Fransen overdreven vaderlandslievend zouden zijn. De Fransen vinden het algemeen laïcisme, dat kerk en staat volledig gescheiden zijn, een van de belangrijkste normen van hun rechtsstaat. Deze norm komt voort uit de waarde dat vooroordelen en discriminatie tussen verschillende culturen, etniciteit en religies niet thuishoren in de openbare sfeer, zoals op school en op werk. Wel is er in Frankrijk natuurlijk de vrijheid je geloof te uiten buiten openbare zaken, binnenshuis dus. Maar de Fransen vinden dat kinderen vanuit een zo neutraal mogelijk perspectief moeten worden opgevoed. De waarde gelijkheid speelt hier een hele belangrijke rol bij. De Joodse Fransman moet niet als Jood, maar als Fransman worden beschouwd. Vaderlandsliefde, en daarmee ook de toewijding aan het laïcisme hebben, is belangrijker dan je geloofsovertuiging te uiten, vindt de Franse regering. Door vrijheid van religie toe te laten, maar geloofsbelijdenis in de openbare sfeer te verbieden, is vrijheid vanaf twee kanten te benaderen. Aan de ene kant heeft iedereen de vrijheid om ergens in te geloven, aan de andere kant mag niemand zijn geloof volledig uiten op werk en op school, zodat iedereen op een gelijke manier kan worden behandeld. Je hebt dus passieve vrijheid, maar geen actieve vrijheid, want je kan in Frankrijk niet je geloof uiten op school of op werk. Maar, zoals al eerder is genoemd, is dit voor de Franse regering noodzakelijk om vooroordelen te voorkomen en een goede rechtsstaat te hebben. De regering heeft als machtsmiddel de wet en daarmee ook de politie. De bevolking heeft natuurlijk door middel van kiesrecht, media en protesten ook een bepaalde macht. In de Nederlandse samenleving is het streven, volgens het poldermodel, om overal en altijd consensus te bereiken. Het poldermodel houdt in dat werkgevers, vakbonden en de overheid samen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en lonen. Ook in de samenleving streeft men ernaar dit model te realiseren. De overheid wil haar burgers zo tevreden mogelijk houden en is ook zorgzaam voor haar burgers. Het is dus vanzelfsprekend dat Nederlandse burgers vrijheid van religie hebben en vrijheid van een geloofsbelijdenis in de openbare sfeer. Het is dus toegestaan om rond te lopen met een hoofddoek of om een Jezusketting te dragen. Het kan echter ook zorgen voor problemen. Wanneer een homoseksuele leraar solliciteert bij een christelijke school en deze geweigerd wordt op grond van zijn homoseksualiteit, speelt de vraag: wat is belangrijker? De leraar die een baan mag, ondanks zijn geaardheid, of de religieuze school die zijn eigen regels heeft? Hij was eerst met een vrouw. Wil jij een koffie, Ton? Maar nu woont Duran Renkema samen met Ton. En een gereformeerde school in Oesgeest, waar die leraar was, vond dat niet zo'n geslaagd plan en ontsloeg hem. De reden was dat het schoolbestuur vond dat een praktiserend homoseksueel niet op een goede manier de identiteit van de school uit kon dragen. Want voor de 180 gereformeerde scholen in Nederland is dat klip en klaar. Wij zeggen, op grond van de Bijbel zien wij een relatie van een huwelijk van een man en een vrouw als het geëigende instrument en instituut voor het huwelijk, voor seksualiteit, gezin enzovoort. En al het andere, wij geloven niet dat God dat zo heeft bedoeld. Op basis van alleen seksuele voorkeur mag een leraar nu niet worden ontslagen. Maar er is een schemergebied, juridisch gezegd, de bijkomende omstandigheid. Wat dat is, is onduidelijk. Is dat bijvoorbeeld als je naar een gay pride gaat of als je openlijk gaat praten over je homoseksuele relatie. Dus er ontstaat een soort schemergebied, een soort situatie van onveiligheid, waardoor homoseksuele docenten vaak ook niet zichtbaar zichzelf kunnen zijn op school. Ook komt het regelmatig voor dat een christelijke school geen hoofddoeken accepteert. Of omdat een islamitische politicus weigert de hand te schudden met een vrouw. Artikel 6. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, botst dus regelmatig tegen artikel 1. Alle die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. En artikel 3. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar. Gelijkheid, vrijheid van geloofsovertuiging en vrijheid van geloofsbelijdenis spelen een belangrijke rol bij de overheid en bij de burgers. Maar als burgers ongelijk behandeld worden door andere burgers op grond van religie, zoals bij de christelijke school en de homoseksuele leraar, wordt door rechtspraak besloten welke belangen belangrijker zijn. Zo is er uiteindelijk, op verzoek van D66,
besloten dat homoseksuele leraren niet ontslagen of geweigerd mogen worden op grond van hun geaardheid. De overheid heeft dus de grondwet en rechtspraak als machtsmiddelen en de burgers kunnen stemmen op Tweede Kamerleden die een beleid kunnen doorvoeren en hebben daarmee tot zekere hoogte wat macht, maar ze kunnen de grondwet en de rechtspraak niet veranderen. De discussie van de scheiding tussen kerk en staat heeft in Iran en Frankrijk voor flink wat problemen. Toen in 1979 de Islamitische Republiek Iran werd uitgeroepen, verwachtte men een republiek met een democratische wetgeving. Dit was tenslotte ook wat Ayatollah Khomeini beloofd had. Er kwam ook een democratie, maar wel eentje die niet leek op de democratieën in het Westen. In de Islamitische democratie van Iran bestond de grote invloed van de geestelijken. In het parlement zat namelijk altijd een raad van geestelijken die dicht bij de opperste leiders stonden en de islamitische waarden moesten verdedigen. Het kwam erop neer dat ze beschikten over een vetorecht dat gebruikt werd zodra een regel werd aangenomen of een persoon werd gekozen die volgens hen de islamitische waarden niet vertegenwoordigt. Door de jaren heen beschouwen steeds meer Iraniërs dit systeem als ondemocratisch en de afgelopen jaren wordt de term onderdrukkend ook steeds vaker gebruikt. In 2006 is een enquête gehouden onder 2500 Iraniërs in 10 grote Iraanse steden. In deze enquête vond 12% van de bevolking dat de macht bij de religieuze leiders hoorde, 26% wilde de religieuze leiders enkel als adviseurs zonder macht en een overweldigende 56% vond dat deze leiders helemaal geen rol meer moeten hebben in de wetgeving. Dit neemt niet weg dat de meeste Iraniërs nog diep religieus zijn, alleen wil het grootste deel van de bevolking, namelijk 63%, dat er niet alleen naar de Koran wordt gekeken als bron van wetgeving, maar ook naar andere opvattingen, zoals die van de democratie. Een gerichtheid op de islamitische waarden alleen zorgt voor een regering met tunnelvisie. Hoewel je zo'n enquête natuurlijk niet kunt beschouwen als representatief voor de gehele Iraanse bevolking, laat het wel iets opmerkelijks zien. Het blijkt dus dat de moderne, hoogopgeleide, stedelijke Iraniërs veel minder positief denken over godsdienst dan dat er jaren geleden werd gedaan. Dit is toch iets verontrustends voor een samenleving waar religie al jarenlang een onmisbare bron vormt van de identiteit en de hoeksteen van de samenleving vormt. Het toenemend aantal onderzoekers spreekt sinds kort ook over de anomie onder de Iraanse jongeren. Dit betekent dat ze niets te maken willen hebben met de waarden en standaarden van de geïslamiseerde samenleving. Er zijn twee duidelijke veranderingen zichtbaar aan de Iraanse jeugd van de afgelopen jaren onder het strenge regime. Ten eerste gaat hun anomie steeds vaker samen met antisociaal gedrag, misdaad en verslaving. Ten tweede, en misschien wel wat grootschaliger, is de ontwikkeling dat steeds meer Iraniërs op het eerste gezicht zich de gangbare normen eigen maken, maar er feitelijk geen enkel geloof meer aan hechten. Het vuur van de revolutie is bij de meeste Iraniërs al jarenlang gedoofd. Personen die deze neiging tonen, hebben vaak een compleet andere persoonlijkheid in het openbaar dan in het privéleven. De hoofdoorzaak van deze vervreemding van deze islamitische waarden van de regering ligt in het feit dat deze generatie hun hele leven heeft geleefd onder constante angst voor aanhouding van de zedenpolitie, vernedering in het openbaar en bestraffing voor het overtreden van zaken waar ze helemaal niet mee eens zijn. Het regime zorgt dus niet alleen voor een regering met tunnelvisie, maar ook voor een moderne generatie Iraniërs die niet meer achter hun land en haar normen en waarden staan. In Frankrijk wordt er veel gedebatteerd over het laïcisme sinds de toename van moslims in Frankrijk. Sommige aanhangers van de islam verdenken de Franse regering ervan dat ze de islam gewoon in toom willen houden. Door bijvoorbeeld moskeeën niet te subsidiëren, hoofddoekjes te verbieden op school en boerka's in het algemeen te verbieden. De Franse regering beweert daarentegen dat het elke religie op dezelfde manier moet behandelen. Geen één religie mag bevoorrecht worden. Als moslims een moskee willen, moesten ze daar zelf voor betalen, net zoals de joden dat zelf zouden moeten betalen voor hun synagoge. Een bouw van dergelijke religieuze gebouwen wordt niet, zoals in Nederland, betaald met belastinggeld. Je geloofsovertuiging is namelijk, zoals eerder al genoemd, een privézaak volgens de Franse regering. Cairo is the city of 1000 minarets, but Paris is the city of one minaret, despite the fact that France has the largest Muslim population in Europe. The lack of mosque space forces Muslims to conduct their Friday prayers in the street, but only in a dozen or so places in all of France. If we are praying in the street, it's because we have no other choice. We are using what we have, and that's the street. French politicians continually invoke the country's 1905 secularism law to explain why the state cannot give financial assistance to build more mosques for their tax-paying citizens.
Boerka's zijn ook om veiligheidsredenen verboden. Je kan namelijk niet zien wie zich onder de boerka bevindt en wat diegene bij zich heeft. Laïcisme was oorspronkelijk bedacht om de gelijkheid van iedereen te waarborgen, maar wordt nu beschuldigd van het inperken van de vrijheid van, in de meeste gevallen, moslims. In 1989 ontstond het eerste grote probleem, toen 3 islamitische meisjes weigerden hun hoofddoek af te doen op school, waarna ze werden geschorst. In 2004 kwam het uiteindelijk tot een wet dat alle religieuze symbolen werden verboden op school, dus ook hoofddoekjes. Tot de dag van vandaag doen zich nog steeds regelmatig conflicten en discussies voor over het laïcisme. Zorgt het laïcisme nog wel voor tolerantie van alle culturen? Of is het juist een manier om de vrijheid van mensen te beperken? Daar bestaan veel verschillende meningen over. Maar is Nederland in staat iets te kunnen leren of over te nemen van andere buitenlandse visies op de scheiding tussen kerk en staat? Van Iran kan Nederland niks leren of overnemen, aangezien Irans rechtsstaat mensenrechten niet respecteert en de macht van de burgers inperkt. Van Frankrijk kunnen we echter wel wat opsteken. In Nederland botsen het gelijkheidsbeginsel en vrijheid van godsdienst regelmatig op tegen elkaar. In zo'n geval moet de overheid telkens de verschillende belangen van de burgers afwegen tegen elkaar en bepalen wie gelijk krijgt wanneer iemand ongelijk behandeld wordt om godsdienstige redenen. In Frankrijk is dit niet het geval. De wet staat boven het geloof en daar kunnen de burgers niets tegen doen. Nederland zou de wet aan kunnen passen, zodat het gelijkheidsbeginsel niet geschaad kan worden door de vrijheid van godsdienst. Zo mogen de leraren niet om hun geaardheid geweigerd worden door christelijke scholen. Dergelijke wetten zouden doorgevoerd moeten worden, totdat het doel van wet boven geloof gerealiseerd zou zijn. Op deze manier zou elke burger zijn neutraliteit in de samenleving behouden. Maar speelt deze discussie al langer? Of is het een kwestie die pas sinds kort voor ophef zorgt? Het probleem van Iran, waarin de kerk en staat niet gescheiden zijn, speelt al langer, al sinds 1979, het jaar van de Iraanse revolutie. Voor de Iraanse revolutie was de Shah nog dictator en bepaalde hij op alle gebieden wat er gebeurde in Iran. Toen de Shah echter met veel proces werd afgezet in 1979, kwam Ayatollah Khomeini aan de macht, een religieus leider die zich hevig uitte tegen de Shah en het Westen. Ayatollah Khomeini riep op 1 april 1979 de Islamitische Republiek Iran uit. Dit was het begin voor een nieuw tijdperk van Iran, want slechts 1 jaar later werd Ayatollah Khomeini geestelijk leider van Iran en herschreef hij de grondwet. In deze grondwet verbande hij de meest westerse principes, zoals gelijkheid tussen man en vrouw en vrijheid van meningsuiting, maar zijn grootste zet was het principe van velayat e faqih, wat de voogdij van de rechtsgeleerde betekent. Dit principe zorgde ervoor dat een politiek systeem ontstond waarin de islamitische juristen een belangrijke politieke macht verwierven. Die macht werd in 1890 vastgelegd in de grondwet en is nog steeds geldig. Geloof en politiek zijn dus door en door met elkaar verweven in Iran. In Frankrijk en haar geschiedenis zit volgens sommigen de laïciteit diep geworteld. In de jaren van de verlichting en de Franse revolutie werd het Franse koningshuis, dat katholiek was, namelijk van de troon verstoten. Er zijn daarna alsnog veel conflicten geweest tussen de conservatieve katholieken en de republikeinen, de tegenstanders van de kerk. In 1905 wonnen de republikeinen door de wet van het laïcisme in te voeren. De kerk zou zich niet bemoeien met de regering en de regering niet met de kerk. Er werd besloten dat in de openbare sfeer absolute neutraliteit moet zijn, naar elke religie toe. Er waren dus geen godsdienstlessen meer. En de toenmalige leraren werden vervangen met leraren die waren ingesteld om op een neutrale manier les te geven. Ook werden de kerken niet meer gesubsidieerd door de regering. De problemen die zich in Frankrijk voordoen over het laïcisme bestaan dus al sinds 1905. Door de komst van vele moslims na de koloniale tijd kwamen er steeds meer discussies en conflicten over het laïcisme met betrekking tot bijvoorbeeld het dragen van hoofddoekjes op school, zoals al eerder is genoemd. Deze problemen zijn het dagelijks debat in Frankrijk. Ook in Nederland hebben we al lang te maken met dit conflict. In de tijd van de Republiek, rond 1576, konden de gewesten niet in overeenstemming komen over zaken omtrent godsdienst. De katholieken stonden tegenover de Calvinisten. Willem van Oranje vond dat de overheid geen dwang mocht toepassen in geloofskwesties. Om de katholieken en de Calvinisten te verzoenen, stelde hij in 1578 een religievrede voor. Beide stromingen waren toegestaan in steden en dorpen waar meer dan 100 gezinnen dat wilden. Dit liep in praktijk niet uit door radicale katholieken en calvinisten. 1 jaar later werd bepaald dat ieder gewest zelf de godsdienstige zaken mocht regelen.
Toen kwam het meest voor dat men binnenshuis mocht geloven wat men wilde, maar dat alleen de Calvinisten in het openbaar hun geloof mochten uiten. Er was dus godsdienstvrijheid, maar tot op een zekere hoogte. In de loop van de 19e eeuw werd het idee van de scheiding van kerk en staat vanaf Frankrijk overgebracht naar andere landen, waaronder Nederland. In de Bataafse Republiek werd de scheiding tussen kerk en staat ingevoerd, maar deze was niet compleet. Dit is nog steeds het geval. Kerk en staat zijn niet één, maar ook niet gescheiden. Is er dan nog iets dat Nederland van het verleden zou kunnen leren op dit gebied? Oneenigheid op het gebied van geloof was van oudsher al een probleem, dus het is logisch dat in onze pluriforme samenleving kerk en staat niet één zijn, maar ook niet gescheiden. Dit komt omdat wij als Nederlanders het erg belangrijk vinden andere culturen en levenstijden te accepteren en te tolereren. Toch begint de Nederlandse bevolking de afgelopen jaren zich iets meer af te keren tegen de allochtonen. Ook zijn er steeds meer politici die het immigratiebeleid en daarmee de pluriformiteit van onze samenleving willen aanscherpen. De staat zelf hecht daarentegen nog steeds veel waarde aan het beschermen van alle religies. In het loop van de 20e eeuw zijn er veel westerse en niet-westerse allochtonen naar Nederland toegekomen. Veel van deze allochtonen brachten nieuwe religies met zich mee. Ook deze religies werden gesubsidieerd door de overheid zodra er genoeg aanhangers in Nederland waren gemigreerd. Nederland deert dus al veel van de problemen waar ze eerder tegenaan zijn gelopen. Ze proberen een oplossing te vinden in de slogan dat alle religies worden beschermd in dit land en zo lossen we de problemen gezamenlijk op.